Meer dan 1000 jaar geleden zag ik het levenslicht. In de 15e eeuw gaf ik geboorte aan een van de eerste universiteiten van Europa. Van hieruit verkende ik de wereld nadat Mercator me letterlijk op de kaart zette op zijn rollen perkament. Het was onder mijn vleugels dat Vesalius als eerste de anatomie van het menselijk lichaam bestudeerde. En daar waar hij de lijken stal op mijn Galgenberg, leeft de drang naar medische vooruitgang verder. Vandaag blijf ik verder groeien. Technologische innovatie, creatieve durf en ondernemingszin stromen als vers bloed door mijn aderen. Treed binnen in de wereld van Leuven Mindgate. Ik ben Sam Leeman. Ik woon hier in Kesselo samen met mijn 3 kinderen. 2 kinderen van 13, Simon en Marie, en dan Lucas van 11. Jullie mogen aan tafel. Ik werk bij Commscope, een bedrijf dat eigenlijk alleen werkt in de telecommunicatie-connectiviteit. Ik denk dat heel weinig mensen, inclusief de mensen in het gezin, altijd goed begrijpen wat dat wij doen. Die zorgen voor het internet en andere elektronica. Ja. Je legt glasvezelkabels om, dat de grond zodat je sneller kunt surfen enzovoort. Ja. Eigenlijk zorgen wij ervoor dat alle kabels die onder de grond liggen met elkaar verbonden worden, zodanig dat als jullie een filmpje klikken van YouTube bijvoorbeeld, en dat filmpje zou ergens in Amerika staan, dat dat heel snel hier is, zodanig dat je dat binnen de paar seconden op je scherm kunt zien. Men gaat er eigenlijk vanuit vandaag dat je op YouTube op een filmpje aanklikt en dat het eigenlijk onmiddellijk zelfs HD begint te spelen. Ik denk dat heel weinig mensen echt beseffen wat daarvoor achter de schermen allemaal moet gebeuren. En dat Commscope daar een belangrijke rol in speelt om dat te realiseren. Okay. Hey, hè. Fijne dag op school, hè. De man en de vrouw die door de straat wandelt in Leuven gaat eigenlijk van onze componenten niks zien. Terwijl zij door de winkelstraten wandelen, lopen zij letterlijk op het netwerk dat de telecomoperatoren hebben gebouwd. En dat er dus voor zorgt dat zij connectie met hun vrienden enzovoort kunnen behouden waar dat ze eigenlijk zich ook bevinden. Dat is eigenlijk een ondergrondse closure. Dat is wel plezant om eens te zien wat je jaar in jaar uit aan werkt. Dat dat hier dan eigenlijk bijna voor je deur onder de grond ligt. Dit is het glasvezelnetwerk van Kesselo. Dit hangt eigenlijk heel Kesselo op. En hier Kesselo in onze handen. Dus als we nu daar een kingskin in maken, dan is het koffiepauze voor iedereen. Ja, dat kan geregeld. Ja. In de winter kan het gebeuren dat we een put open doen met eigenlijk gewoon 1 blok ijs is. En dan moet die allemaal tegen kunnen. Warmte, kou, ja. Vocht. Ja. En in de zomer, als het 30 graden is, kan het in zo'n put 70 graden worden. Hè. Mm. Dus die temperatuurverschillen is ook best wel een uitdaging. Ja, ja. Alle vezels van Kesselo lopen hier doorheen dat ene product. Het geeft ook wel een stukje gevoel van een verantwoordelijkheid. Hè. Enkele tienduizenden inwoners die hun connectie met de wereld doorheen dat ene product krijgen. Eeuwenlang communiceerden mijn bewoners per brief en zag ik postkoetsen over mijn kasseien donderen. Ik herinner me ook nog goed hoe de eerste telefoonkabels onder mijn straatstenen werden verborgen. Maar mede dankzij de innovatieve technologie die zich hier bevindt, wordt vandaag zelfs de hele wereld met elkaar verbonden. Commscope is wereldwijd een 25.000-tal werknemers en die zijn verspreid over de hele wereld. Historiek maakt dat de site hier in Kesselo uiteindelijk ontstaan is voor 2 redenen. Eerst en vooral zijn dichte ligging tegen de luchthaven van Zaventem dat effectief maakt dat we heel gemakkelijk de wereld kunnen bestrijken vanuit Kesselo. Het feit dat we met heel veel technologische producten werken maakt dat we eigenlijk ook heel veel ingenieurs te werk stellen. En dat maakt toch wel dat het heel interessant is om dicht bij het onderzoek en de wetenschap te zitten van een universiteit zoals de KU Leuven.
verkopen producten tot in het pakweg Siberië, maar die kunnen ook in het midden van de woestijn in Saudi van toepassing zijn. En om die omgevingsfactoren te testen, hebben we twee testkamers hier staan die enerzijds de negatieve temperatuurrange test van onze producten tot min 40, wat een vrij goede simulatie is van Siberische temperaturen. En ik denk dat we hier tot plus 60 graden gaan, wat toch een vrij goede simulatie is van een woestijnomgeving. We verschepen die producten werkelijk overal ter wereld en dat maakt dus ook dat ze eigenlijk al die klimatologische verschillen perfect moeten aankunnen. Onze producten worden dus eigenlijk gemarteld bijna door ze aan die temperaturen bloot te stellen, vibratie en shock. Dus we gaan die producten schudden. Bijvoorbeeld als om de zoveel minuten daar een trein voorbij raast, dat product volledig bijna door elkaar geschud wordt. En dat is eigenlijk dus ook de reden dat ze dus eigenlijk ook met shock en vibratie heel goed kunnen omgaan. Laatste van de dag, meeting met de US. Ja, onze collega's dan in Minnesota. Ja. Dat gebeurt effectief, hè, dat je bijvoorbeeld op maandag ergens in Finland met een klant aan het praten bent en dat je later in de week effectief in de woestijn staat in Saudi-Arabië, in een heel andere cultuur. En dat maakt het absoluut heel boeiend. Kijk eens. Denise from Digital Marketing, here in Minnesota, USA. Good morning. Afternoon. Well, I'm here in the room. Besides myself, David de Kramer, we have... Yeah, Sam Lehmann, part of the solutions team. Je bent van België, je werkt in het Leuvense, maar eigenlijk werken wij op die manier wel in heel de wereld. Can you show us how it would be normally displayed or installed, kind of in a configuration? If we would like to introduce this into the American market, it will require some, say, marketing effort or some introduction effort. Als we bijvoorbeeld een telepresence-conferentie hebben met de Verenigde Staten, moet die connectiviteit ook gebeuren tussen de continenten. En dan zijn er dus ook inderdaad glasvezelkabels die over de bodem van de zee lopen tussen Ierland en de oostkust van de Verenigde Staten. En dus ook als wij een website bezoeken die gestockeerd is in de Verenigde Staten, gaat dat dus ook allemaal door die onderzeese kabels. Heel veel mensen denken dat het merendeel van de trafiek via satellieten gebeurt tussen de continenten, maar dat is helemaal niet waar. Het absoluut grootste deel gaat door glasvezelkabels. Bye. Thanks. Meewerken aan een technologie die het delen van kennis en data overheen heel de wereld mogelijk maakt, vind ik wel best een fijn gevoel. Als je kijkt naar de laatste 30 jaar, is daar een enorme revolutie geweest. De uitvinding van internet is per definitie een enorme omwenteling geweest in heel de wereld. In dit gezin bijvoorbeeld heb ik een nichtje die in Spanje woont. Dat gaat beter gaan. De kinderen zullen heel regelmatig met haar gewoon via Skype contact houden. Ja. Oké. Hey, hallo, dag Lucia. Hey, hoe is het met jou? Goed. Als mijn zus 19 jaar geleden verhuisde, had zij ook geen gsm bijvoorbeeld. Ja, hoorde je elkaar één keer op een paar weken, want je moet op twee kanten tegelijk thuis zijn. Vandaag zien ze zo elkaar toch nog één of twee keer per week. Leuk, hè? Zijn de hondjes daar? Ja, mama. Oh, zo schattig. Ik wil die echt zo aaien. Ja. Een van de mooie dingen dat het internet ons gebracht heeft, is dat we met zoveel meer mensen contact kunnen houden. Wij zijn daar niet altijd bij stil dat onze papa's daarvoor zorgen. Want we zijn daar eigenlijk mee, ik zal maar zeggen, mee opgegroeid dat dat zomaar kan. Een leven zonder internet, ja, ik kan me dat moeilijk voorstellen, want ja, dan is er geen Google, geen PlayStation, geen Netflix meer of WhatsApp, dan kunnen we gewoon niks. Als je kijkt naar de laatste 30 jaar, is daar een enorme revolutie geweest. Toch denk ik, als we naar de toekomst willen kijken, dat we nog eigenlijk maar aan het begin staan van een enorme evolutie. Ik zie hoe mijn bewoners meewerken aan de communicatietechnologie van de toekomst.
De wonderenwereld van het World Wide Web speelt zich letterlijk af voor mijn eigen deur. Van de internetkabels in de woestijn van Saoedi-Arabië tot Kesselo, mijn DNA verspreidt zich voortaan moeiteloos over de hele wereld.